vrienden allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remus. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken voor het rijden en zeilen in de gaten te houden wanneer dat er een nieuwe filmpje geüpload is. Bij deze. Woehoe. Wat een intro. Kijk eens hier mensen, wat ik voor jullie al bezig ben. Computer nummer 1, dus laptop. Hier staat 1 in de upload. Dan ga ik een klein beetje verder. Dan zit ik hier aan mijn pc. En daar staat nog een filmpje in de upload. Hier staat de Q&A in de upload. En gender staat... alleen hoe moet ik het zeggen? We willen een re-upload van dat er iets is. Einde weekend. Juist die filmpje. Die is een paar keer mislukt geweest voor te uploaden op YouTube. Overkeer is een keer gerenderd. Noem maar op. Alle tegenslag was er. En hopelijk is dat nu helemaal van de baan. Dus ik heb die nu terug nog een keer in de upload gegooid. Dus dan kun je daar ook dan op die funke terug nu gaan reageren. Want de andere funke is nu officieel offline. Die verkeerde filmpje van het ene weekend. Daar stond het maar dat het tijdelijk online was. Dus bij deze is die nu officieel definitief online. Goed, bij deze. Even toch mijn mesje meenemen. Want 9 van de 10 kansen moeten terug naar het bedrijf X gaan. Waar ik niet mag, bijna mag vernoemen. Ik ga straks van ook door. Want ik moet ook nog richting de Panos voor mijn lekkere heerlijke broodje. Plus dan nog een rechtzetting in mijn portefeuille. Want ik heb 2 kaartjes van de Panos. Dat ga ik leiden tot 1 kaartje. Ja. En, goh. Ik ben deze nacht wel, ja deze nacht, deze morgen wel goed wakker geworden. Met een stevige onweersbui. Ja, het heeft 3 keer maar geflitst. Ik heb het geteld. 3 keer. Of al misschien 1 keer wat meer, toen ik nog lag te slapen. Maar het heeft wel al heel goed geregend. Je ziet het hier zo aan het ruit. Je ziet hier zo wat paar droppeltjes. Ja, mijn broeken is ook weer al gewassen. Ik ben nu nog even zo aan het wachten voor te kijken hoe het staat met de uploads. Hier staat het op 7%. Gaat het naar 8%, dan ga ik pas vertrekken. Dan weet ik dat ik met een gerust hart kan vertrekken. Dat het ook met een gerust hart ook op YouTube aan het komen is. Mijn hoofd-pc die sluit af om, eens even kijken, 10 uur. Die daar sluit al af om 8 uur. Dus die heeft iets meer nodig, een langere tijd nodig om te uploaden. Omdat dat hier een heel grote bestand is. En daar maar een klein bestandje. Dus die laat ik dan maar allebei automatisch afsluiten. En dan heb ik daar ook weer geen kopzorgen naar. Dus als ik dan thuis kom, ja, dan staat alles weer al af. Hier is een mooi getalletje. Zoals het neuf. 69% geüpload. 70% geüpload. Dus dat gaat hier wel redelijk snel. Zal ik er nog even wachten tot dat helemaal is geüpload? Ik weet het niet. Denk het niet. Dus ik ga nu stukjes van al vertrekken naar de Panos. Want het is ook woelig op de baan. Bedoeld buiten met het weer. Zo, ik kom nu aan hier bij de Q8 hier in Sint-Truiden. Dus daar ga ik even de Panos binnen. Om weer op mijn heerlijke broodje met hesp te halen. Dus zo'n stokbroodje met hesp en mayonaise. Dat eet ik dus eigenlijk altijd op mijn eerste weekdag van de week. Dus en ik had gisteren vrij. Dus dan is het op dinsdag dat ik een broodje ga halen. Shit happens, dus vandaag een broodje. En een rechtzetting van mijn kaartjes. Bye bye. Dus ik ben nu aangekomen. Even nog gewoon parkeren. Voilà. Geting, geting. Allee, tot ziens. Mensen, weer aan een lekker warme nattoekje zitten. Jawel. Ben ik ook terug van bedrijf X. En daar heb ik dus karton mogen opensnijden, mogen borstelen.
En ik heb, er is dus weer een container blijkbaar vrijdag dus in een container beland. En deze mag dus al niet meer kappen. Krijgt hij deze hier ook over zijn voeten. Ik doe het daar al... Hoe lang doe ik het daar al kappen? En er is nog nooit een container in een container beland. Ja, ik wil wel de verantwoordelijkheid wel op mij nemen voor te kappen, bijvoorbeeld voor bewelsentruiden. Holy shit man, ja, zon staat abbetant. Je zon staat abbetant. En nu ben ik onderweg naar mijn thuis aan het rijden. Ik was aan het kijken wie dat was, maar het was niet spinnen. Mannetjes, wat een zon. Ja, dus ik ben nu naar huis aan het rijden. Ik heb zelfs eten meegekregen van mijn ouders. Dus ik weet niet of jullie het goed gaan zien. Aardappelpuree met gele currysaus en een chipilata en appelmoes. Dat gaat mij straks maken, want ik heb nu nog geen honger. En hoe komt dat? Dat heeft maar één reden. Dat is dat ik pas om 2:30 tot 3 heb gegeten. En dan, ja, dan heb ik nu nog geen honger. Hè. Dat is logisch. Dat is logisch. En ik ben uitgeput. Morgen ga ik rechtstreeks van mijn wijk naar Chris toe. Ik ga sowieso een omwegje maken hier naar mijn thuis. Nee, ik ga geen omwegje maken. Ik pak al gewoon mijn schoenen dan mee in een auto. En dan kan ik die zelfs dan, als de wijk dat gedaan is, aandoen. Voilà, bij deze. Ja, ik trek nu een hele harde smoel, vooral van dat ik heel weinig zie. Heel weinig. En die is Pokémon's bezig. Ja, dus het is echt druk. Druk op de baan. En ondertussen tijd ben ik ook op mijn appartementje dan aangekomen, ja, in de straat al. En ik ga u één ding zeggen, het weer ziet er echt fantastisch uit. Echt heel fantastisch. Ik ga het jullie zelfs laten zien. Echt waar. Ik heb mijn schrik. Oh, voilà, deze morgen. Ah, wel, ik ga nog even iets zeggen. Hè. Deze morgen. What the fuck? Oké. Nog een auto. Dus deze morgen. Oh my man, om 6:00 van. Ik slaap altijd met een kiepraam. Dus echt dat hij altijd half open staat. En in één keer een slag. Oho. De wind was opgestegen om 6:00. Zo'n 10 minuten. Onweer, hagel, regen. What the fuck man. Precies dat de wereld was aan het vergaan. Op 10 minuten tijd. Echt, er was gewoon ontzettend veel uit de hemel gevallen. Maar bij deze ben ik nu op mijn appartementje aangekomen. Nu ga ik even naar mijn appartementje toe. Zelfs ga ik Bea halen om 7:00. En dan gaan we naar Enzo Knol kijken. Naar familie kijken. En dan kijken we wat ook wel naar familie is. Dus ik ga nu uitstappen. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Mijn eten voor morgen, die laat ik hier al liggen. Dan heb ik die ook al. En dan... oh ja, mijn gsm. Die hangt op. Ik ga ook mijn powerbank meenemen. Ook met een oude gsm. Nee, met een oude gsm laat ik in een auto liggen. Dus. Heb ik dan daar nog iets liggen? Ja, mijn hoesje. Mijn hoesje. Die ben ik aan het zoeken. Mijn hoesje. Waar heb ik mijn hoesje gedaan? Hoesje, waar zit je? Heb ik die in mijn zakken gestoken? Nee. Hè? Heb ik die hier al ingelegd? Nee. What the fuck? Hè? Even gewoon naar de andere kant gaan. Tot zo.
En ondertussen heb ik dus mijn hoesje gevonden, hè, mensen. Ho, doe me toch. Ik had het al in mijn zak steken. Zo, mensen. Tot ziens. Ik ga eten. Yum, 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 yum. Met lekkere drank. En mijn schatje is even bezig met de puzzel. En terwijl is dat ook aan het opnemen. Dus dan, want dan ga ik ook echt versnellen. Dat dat echt een hele mooie timeslapje wordt. Zo mensen, ik ga eens slapen. Ik heb nog even gepuzzeld. En jawel, er komt al een kleine vorm in mijn puzzel. Ziet dat dus al aan. Een hele mooie hoek al klaar. Begint al, hè. Ik heb het ook zitten op te nemen met mijn webcam. En dan nog iets. Een primeur, wat ik ga doen hier op YouTube, mensen. Dus mensen, installeer Discord. En kom naar mijn server toe. Waarom? Soms krijgen jullie eens previews van filmpjes te zien, wat jullie niet te zien krijgen als gewone abonnee. Dus als je, je moet ook wel geabonneerd zijn, ook op mijn channel en dergelijke. Dan krijgen jullie ook speciaal toegang tot een bepaalde channel die er ook zit aan te komen. En ja, dus join Discord, daar komen soms de previews online van, jawel, van, zo ik nu mijn puzzelstuk, daar ga ik nu binnenkort een preview online gooien op mijn Discord channel. Dus met een verborgen link is dat met een verborgen link. En dan, ja, die mensen kunnen die primeur dan zien. Ik ben wel al blij dat ik toch al... Ik ga eens even eens stellen hoeveel stukjes al. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 stuks al in elkaar van de 13.200. Ben er nog niet. Ik ben er belangen nog niet. Dus ik ga hier ook bij deze de vlog volledig afsluiten. Er is al een eerste gedeelte, wordt al ook al gerenderd van de puzzelgedeelte. Dus timeslapjes die dus versneld worden met het opbouwen van deze puzzel. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En dankjewel weer een deel uit te maken van mijn leven en Bea haar leven. En dan zien we elkaar nog weer al terug. Morgen. Zonder zorgen. Ik hoop dat er dan ook de vlog op tijd online komt. Jawel. Want ik heb weer al redelijk wat fragmentjes gemaakt vandaag. En daar ben ik wel eigenlijk redelijk blij om. Toppie.